Met club Wailé OHL kregen we een confrontatie tussen de nummers 4 en 5 van de score Super League. Puntenverschil tussen de twee was miniem, 1 punt. En allebei konden ze met een vijfde zege van het seizoen een sprong omhoog maken en achter Anderlecht en Standaard naar plaats 3 springen. Toch is het niet die toch wel mooie ambitie die de thuisploeg in deze partij toont, of beter nog, kan tonen. Want het krijgt te maken met een jong maar matuur Leuven dat van bij de aftrap de controle over de wedstrijd neemt. Een goed kwartier ver geeft Kator een hoekschop tot bij Onzia en die maakt er met een zalige lopbal 0-1 van. Een technisch moeilijke aanname die Leni Onzia met de precisie van een horlogemaakster afwerkt. Dit is zonder meer een topgoal. Pas op het half uur kan club een eerste keer komen aankloppen. De doorbraak van Laridon is meer dan aardig. Janssens redt net op tijd. Het spel van club mist diepgang, iets waarin OHL uitblinkt. Als Schrijvers Eurlings wegstuurt, dan behoudt die de kalmte en het overzicht. Ze legt de bal terug voor de inschuivende Tine Schrijvers, die er 0-2 van maakt. Opnieuw een mooi staaltje van perfect samenspel dat tot een doelpunt leidt. Zelfs met Minnaert, die vaak zeer ver terugzakt om de opbouw op gang te brengen, raakt club maar weinig grond. De laatste actie van de eerste periode is nog wel een poging van Laridon die overgaat. Club heeft niet zijn beste dagje en zal in de tweede helft uit een ander vaatje moeten tappen om een gemotiveerd Leuven problemen te bezorgen. Nog voor club goed en wel van de adempauze bekomen is, is het alweer prijs voor OHL. Al worden de bezoekers wel een voetje of in dit geval een scheenbeentje geholpen door Van den Abele, die een simpele voorzet in eigen doel ontzet. 0-3. Een own goal die er mentaal stevig inhakt bij een ploeg die de laatste weken volgens de coach toch meer en meer bij de top begon aan te leunen. Er zijn wel kansjes voor club, maar daar wordt dan net te weinig mee gedaan om zelfs maar een sprankel hoop op misschien een gelijkspel te houden. Het schot van Martens is te flauw. De voorzet van de goed ingevallen De Grote belandt op het doelkader. En een aardig spelende Iliano is op de doellijn te verrast dat ze vergeet binnen te knikken. Met de 0-3 is de honger van Leuven daarentegen niet gestild. Van Zijr kapt zich goed vrij en haalt uit op de dwarslat. En 5 minuten voor het eindsignaal wordt de nederlaag voor club een echte pandoering als de pas opgeroepen Red Flame Hanna Eurlings Marie de Truijer in stelling brengt en die maakt 0-4. Hardwerkende Eurlings als perfecte aangever met vandaag 2 assists. Bij de bezoekers zien we na afloop uiteraard alleen maar happy faces, want er is niet alleen de klinkende overwinning, maar ook de 3e plaats in het klassement als kers op de voetbaltaart.